gemaakt. Prachtige tocht, heerlijk gefietst. Het is een hele leuke tour. Ik heb hem al meer keren gereden. Het is ook een van de leuke, de gezellige. En vooral met de aankomst natuurlijk, met de pasta die je straks krijgt. En het shirtje wat natuurlijk meetelt, wat aantrekkelijk is. Vandaag 5.500 mensen die bij redelijk weer een dag heel veel plezier gaan hebben. Ik moet je zeggen, ik ben blij verrast. Vanochtend de Boretti dorp binnen ben komen rijden. En het eigenlijk alleen als zonde vindt dat dit vanavond weer afgebroken wordt. Want dit mogen ze wat mij betreft het hele jaar laten staan. Trots dat vandaag een 5-6-tal profs ons vergezellen. En Jens Mauris en Sebastian Langeveld. Thijs Alm, voormalig Nederlands kampioen mountainbiken, maar die kan op de weg ook verschrikkelijk hard rijden. En ik heb begrepen dat hier aan het einde van de dag, zoals alle jaren, hebben een heuse pasta party. Dus als je lekker helemaal van alle brandstoffen verlost bent na zo'n harde wedstrijd of zo'n tof fiets, dan krijg je lekker een mooi bord pasta en dan ga je lekker gevoed naar huis toe. Hier naartoe door de polders, over het kopje, door de duinen, is echt fantastisch. Dus tot nu toe gaat het heel erg goed. Lekkere tocht. Ja, jongens, als we het droog houden, dan ben ik al heel erg tevreden, moet ik zeggen. Dan ga ik met een glimlach naar huis vanavond. Dat moet aangeven en je kunt lekker in groepjes meerijden. Dus daardoor hebben we nu een hoger gemiddelde dan anders, zeg maar. Ja. Je hebt heel weinig tegenwind, omdat je met de grote meute meegaat. Dus dat maakt het minder zwaar dan als je alleen in je eentje, zeg maar, die 110 zou fietsen, dan zou het wel veel zwaarder zijn, denk ik. Leuke omgeving, door de duinen. Ja, je ziet echt wat van de streek, zo is wel leuk. Alles staat goed aangegeven, de verzorgingsbos onderweg is goed, dus dat is top. Wat ik lekker vind aan deze tocht is die hele lange stukken, dat je lekker achter elkaar kan gaan zitten, bij elkaar in het wiel, een beetje uit de wind. En dan zie je af en toe naast je zo'n vliegtuig opstijgen. Ja, hou ik wel van. Het was een leuke tocht vandaag. Pittig vooral door het windje. We hebben wel lekker wat stukjes door kunnen trappen met een clubby. Het gemiddelde was goed, dus was lekker, ging goed. Ik heb de 110 kilometer meegereden met het zogenaamde sterrenteam en ik vond het fantastisch. Het was wel koud, we hebben het droog gehouden, prachtige tocht, heerlijk gefietst. Vorig jaar kon ik niet, dus ik had hem echt groot in mijn agenda staan, 5 mei Classico Boretti, ik moet erbij zijn. Nou is het wel zo dat in de groepen waar je mee rijdt, waar ik dan mee rijd, vaak na 110 of 150 kilometer niemand meer weet waar hij gereden heeft, omdat je alleen maar op het wiel van je voorganger zit te letten. Maar op zich, de wegen waren geweldig begaanbaar en een mooie omgeving om in te fietsen. Top. Het was fantastisch geregeld. Ik begin om verkeersregelaars. Wat laatst is ook jammer, dat je dan ben je lekker in je tempo, dan moet je steeds van het stoplicht stoppen. En eigenlijk moet het stoplicht voor ons altijd op groen staan. Vandaag was het ook weer een plezier om mee te doen. Het is dan maar 65 kilometer, maar ik vind dat in het begin wel meer dan genoeg trouwens. Kopje van Bloemendaal, die was wel best zwaar. Maar dan ga je niet, die gaat weer naar beneden, dus dan kom je lekker op aan. Ja, dat was een hele leuke rit.
de unieke actie van Boretti is dat je elk jaar een collector item shirt hebt. En ik denk dat dat wel heel belangrijke dingen zijn. Hier is mijn boek gepresenteerd, het handboek Tour de France 2012. En Boretti heeft ons de gelegenheid gegeven om het hier te presenteren en om hier een signesis te houden. Als ik wat meer tijd had gehad, had ik hem gegeven. Want mijn broer en mijn neefje hebben wel gereden. Die waren heel tevreden en heel blij.